Hallo en welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Boyd, Product Genius bij BMW Renova. En vandaag ga ik jullie alles vertellen over de Digital Key. Allereerst ga ik jullie laten zien hoe we de Digital Key installeren en wat eigenlijk de functionaliteiten zijn. Dus kom mee. In combinatie met Comfort Access en Digital Key Plus kun je je telefoon configureren als autosleutel. Belangrijke voorwaarden zijn dat er eerst twee autosleutels in de auto moeten bevinden en dat je je bestuursprofiel hebt gekoppeld. Weet je nou nog niet hoe je je bestuursprofiel doet koppelen? Kijk dan een van onze eerdere video's. Als we de auto openen en we gaan naar de app toe, zien we hier Digital Key Plus staan. Nou, die tik ik aan. Dan vraagt hij om de bevestiging. Dan vraagt hij of allebei de autosleutels zich in de auto bevinden. Nou, dat is het geval. Dan gaan we door. En dan vraagt hij om de telefoon in het draadloos laderbakje te leggen. Nou, wanneer dat is gebeurd, haal ik de telefoon er weer uit. Klik ik op gereed. Klik ik op volgende. En dan is het eigenlijk al gedaan. Nou, dan ga ik naar mijn Apple Wallet. En dan staat hij erin. En dan kan ik vanuit hier de auto vergrendelen. Of juist ontgrendelen. Zo makkelijk is het. Wanneer ik hem heb geopend in mijn Apple Wallet, zie ik rechtsbovenin een deelfunctie. Nou, super handig, want vanuit hier kun je met tot wel 5 personen kun je autosleutel delen. Wanneer we alle stappen hebben doorlopen, dan fungeert onze telefoon als autosleutel. Nou, super handig, want je telefoon heb je eigenlijk altijd op zak. Nou, het werkt met dezelfde NFC-tag als bijvoorbeeld je pinpas, waardoor je als je naar de auto toe loopt, de auto zichzelf automatisch vergrendelt of ontgrendelt. Vond je deze video nou interessant? Abonneer dan op ons YouTube kanaal en kijk een van onze eerdere video's. Tot kijk!